Lubanski moet scoren en doet dat. Eerste echte kans voor Lokeren en ook een doelpunt na 12 minuten in de tweede helft en dus 3-1. Hanses probeert een verre inworp. De Koning. Salving en Lubanski scoort. 3-2 na 22 minuten. Nu eenrichtingsvoetbal, maar de andere kant uit. En dat doet de Koning, geen buitenspel. En Larsen scoort. Iedereen was blijven staan, buitenspel van Lopen. Maar Larsen meteen, die debuteert vandaag, kwam van achter de man. En in deze sensationele kwartfinale na 27 minuten. 3-3 cijfers op het bord. Er zijn 5 minuten voorbij in deze eerste verlenging. Jantje de Koning, een inslinger. Goal van Lubanski en een goal. Wel, we hebben zelden een ploeg een situatie weten omgooien als Lokeren vandaag. Staan daar 50 minuten lang veruit de beste ploeg. En dan speelt Lokeren alles kapot. Derde doelpunt voor Lubanski en 4-3 voor Lokeren. Breien, prachtig. René Vrijen met die formidabele linker. 5-3.